spiritualiteit en complottheorieën gaan hand in hand, omdat het allebei dimensies zijn waar je in komt wanneer je van hokjesdenken naar open-mindedness gaat. Wakker, dat wordt denk ik het meest populaire woord van het millennium. Maar complottheorieën hebben, zoals je zeer waarschijnlijk weet, ook een hele duistere, paranoïde zijde. Hey, alles goed? Nee, niet alles goed! Die 5G zendmasten maken die stem in mijn hoofd alleen maar luider. Misschien moet je wat rustiger aan doen met de YouTube-video's kijken, man. Wat? Werk je voor de overheid of zo? In deze video wil ik wat dieper ingaan op zogenaamde complottheorieën. Of je het nou wel of niet wil. Als je dit kanaal blijft kijken, dan zal ik je er wel ingooien. Hey mensen, mijn naam is Mike Ranji en welkom op mijn kanaal waar alles draait om het worden van de beste versie van jezelf. Voor iedereen die nieuw is op het kanaal, welkom. Ik maak wekelijks video's over down-to-earth, spiritualiteit, zelfontwikkeling en tools voor meer vrijheid, geluk en voldoening. Je zou me enorm steunen en helpen in de groei van dit kanaal door even op de like-knop te klikken onder de video. En als je op de hoogte gebracht wordt van alle nieuwe content die ik post, klik dan meteen op de rode abonneerknop en op het notificatiebelletje. Ik zit al sinds dat ik klein ben in de zogenaamde complottheorieën, omdat ik van nature altijd een persoon ben geweest die overal vragen bij stelde. Drugs zijn slecht. Waarom? Omdat drugs slecht voor je zijn. Ja, maar waarom dan? Omdat ze zeggen dat drugs slecht voor je zijn. Wie zijn ze? Je stelt te veel vragen, Pietje. Je hebt ADHD. Maar ik ben altijd heel sceptisch geweest bij het horen van de grootste complotten. En even voor de duidelijkheid. Ik gebruik dat woord zodat we duidelijk weten waarover het gaat. Maar laat ik daarbij zeggen dat het hele framen van het woord complottheorie één groot complottheorie is. Hey, complot uitzoeken is een bodemloze put. Er is geen einde aan. Skeptisch omdat ik menselijk gedrag altijd enorm fascinerend heb gevonden. En het me opviel dat veel mensen die zich verdiepen in complotten een beetje schizofrene zijn. Als ik even twee kampen mag opstellen, heb je dus helemaal links alle mensen die 100% geloven in wat je op het nieuws ziet en wat de overheid zegt. En helemaal rechts heb je mensen die paranoïde zijn omdat ze geloven dat een hond ze afluistert en werkt voor een geheime buitenaardse federatie die ons allemaal probeert uit te roeien. Weet je, sommige mensen zouden toegang tot alle media moeten verbieden. Ga gewoon op het land werken of zo, koeien melken. Dus aan de ene kant heb je het klassieke schaap. En aan de andere kant de wappie met een aluhoedje op. En dan heb je alles wat ertussen valt. Wat heel schokkend niet zoveel mensen zijn. De flexibele, open-minded mensen. Wij dus. De schizofrene en brave burgers hebben al lang weggeklikt. Want mensen zijn heel erg geneigd om zich direct onder te brengen onder een kamp. Onder een set van overtuigingen die gewoon voor de volle 100% klopt. Omdat, weet ik veel, YouTube zei het. Google zei het. Het nieuws zei het. Mike Baba zei het. De paus zei het. Jezus Christus of Mohammed zei het. Geconditioneerd word je sowieso. Zorg er in ieder geval dat jij de poortwachter blijft van die informatie. Kijk maar. Het staat hier geschreven. Anderen zeggen het. Dus het is zo. Oké. Je vertelt dat je niet meer kan werken omdat argontische energieën je beïnvloeden in saboterend en verslavend gedrag. Ja, ik zeg het je. Die klote argonten. En wat zijn die argonten ook alweer? Kijk deze YouTube video. Daar leggen ze het uit. Oké, ik weet genoeg. Iemand belt de crisisdienst. En het punt wat ik probeer te maken is, denk ik tenminste, dat niemand het echt weet. Niemand weet precies wat er gaande is. We leven nu in een tijd waarin een razendsnel tempo nieuwe dingen ontdekt worden. Informatie verspreidt zich als een virus. Wist je dat virussen mogelijk helemaal niet bestaan? Hey, is mijn informatie. Je hebt die van mij. Er is zo vreselijk veel te ontdekken. En dat is prachtig, maar tegelijkertijd zeer gevaarlijk. Want informatie kan gevaarlijk zijn in de handen van mensen die er niet juist mee om kunnen gaan. Schizofreen. Hey, met alle respect, maar ik heb meer waarheden ontdekt bij mijn werk in het GGZ dan mijn werk bij de overheid. Die schizofrenen zijn niet zo gek nog niet. En ik weet dat er zelfs op dit moment wat mensen naar deze video zitten te kijken en ergens misschien wel kunnen toegeven dat hun tussenhaakjes research soms een beetje uit de hand kan lopen. Kom op, geef toe. Soms ben je gewoon een wappie. En ik heb dat zelf ook, wat niet verkeerd is, zolang we er wel bewust van blijven. Want
Ik denk dat we in een tijd leven waar het heel belangrijk is hoe we met informatie omgaan. Omdat als ik vandaag de dag zeg dat ik mijn pasgeboren kind niet laat vaccineren volgens het Rijksprogramma, krijg ik al een aluhoedje op mijn hoofd en een gestoorde, paranoïde, complotgekkie pet op. Van mensen die niet om kunnen gaan met informatie. Mijn baby van 6 weken laten injecteren met... wat? Nee, dat voelt voor mij niet goed. Maar meneer Haranji, hoe komt u tot deze beslissing? Hoe bedoel je? Hoe kom ik tot die beslissing? Het voelt gewoon niet goed. Meneer, gevoel is helemaal niet de juiste informatie. De juiste informatie vindt u in deze folder. En hoe ga je dan om met informatie? En even voor de duidelijkheid. Ik wil niet de goeroe gaan uithangen met dat ik het zo goed weet en hoe je dan om moet gaan met informatie. Ik kan je wel vertellen, ik heb dingen ontdekt, denk ik, waarmee ik een heleboel interessante video's kan maken. Ik durf te zeggen dat ik een behoorlijk gepolijst framework heb over hoe ik de wereld zie en hoe ik met alle variabelen omga. Dat framework gaat zo. Neem 1000 microgram LSD en je ziet meteen door alle bullshit heen. Ik zie informatie puur als data. Het zijn concepten, ideeën, teksten, uitdrukkingen. En deze informatie, deze data heb je over religie, spiritualiteit, de overheid, alle complotten, het nieuws, wat dan de waarheid moet zijn. Informatie over welke voeding is juist, welke voeding is niet juist. Moet je nou wel 8 uur slapen of is 4 uur genoeg? Alles is data. Jij en ik zijn ook slechts data, gevormd door een hele mysterieuze energie in een wereld die wij echt noemen. Met andere woorden, we zijn allemaal fake. Je hebt ladingen. Ladingen aan data. 9-11 is fake en opgezet om meer data surveillance te creëren. 9-11 is echt en moslimterroristen zijn levensgevaarlijk. 5G zendmasten beïnvloeden DNA en sturen ons gedrag. Mensen die in complotten geloven zijn allemaal schizofreen. Shit, voor een schizofreen voel ik me verdomd wijs. Wie is er nou echt gestoord? Er is heel veel aan data en dat is prachtig, want ten eerste maakt dat onderzoek doen heel leuk. En ten tweede is het enorm bevredigend om nieuwe dingen te ontdekken. Maar wees er alsjeblieft voorzichtig mee. Want het is en blijft maar data. Zelfs als die UFO in je achtertuin landt, is het nog steeds slechts data. Wel hele interessante data. En zelfs wanneer je iets meemaakt als daadwerkelijk een ervaring, wees er nog steeds voorzichtig mee. Want zelfs je eigen ervaring kun je data noemen. Ik zal je bijvoorbeeld kort een ervaring noemen die ik meemaakte in een plantmedicijnreis waar Krishna met me communiceerde en me liet ervaren hoe dit universum een multidimensionaal gebeuren is en dat wat wij ervaren als 3D-realiteit slechts een simulatie is. Ik zeg het je, wil je een kijkje in 4 tot 6D hebben? Neem een handjevol paddo's en DMT gecombineerd. Kun je je voorstellen hoe verward ik was toen ik terugkwam in die 3D-realiteit met de data-ervaring dat dit allemaal simulatie was? Nou, eigenlijk was ik eerder opgelucht dan verward. Als je erachter komt hoeveel spelers in dit spel geen ziel hebben, hoef je ze niet meer serieus te nemen. Nou heb ik honderden of wel duizenden ervaringen meegemaakt die voor mij bevestigden dat deze realiteit een simulatie is. En er zijn talloze interessante mensen zoals Elon Musk, Joe Rogan en eigenlijk bewijst kwantumwetenschap ook dat dit 3D bestaan een soort holografisch universum is. Hey, en als Elon Musk het zegt, dan is het waar. Het staat geschreven op Twitter. Ik weet het niet. Ik weet niet eens of ik wel echt besta. Ik weet niet eens of jij wel echt bestaat. Misschien ben ik wel de enige in deze simulatie die echt is. Of misschien alleen jij en ik. Misschien ben ik wel gek en is er niet zoiets als een simulatie. Als dat zo is, kun je mijn vriendin opbellen en vragen of ze de crisis die ze belt. Ik wil gewoon weer normaal zijn. Misschien ben ik wel mentaal gestoord en ben ik helemaal verdwaald geraakt in de complexiteit van mijn eigen brein. Als je denkt dat je brein complex is, wacht maar totdat je het brein van God ontdekt. Eindeloos complexheid. Je kunt je voorstellen dat we hier eindeloos over door kunnen gaan, maar wat ik ermee wil zeggen, omgaan met data vereist mentale fitheid en vooral openheid. Je mind moet open zijn. Je moet tegen paradoxen kunnen. Je moet relaxed zijn en nieuwe dingen willen ontdekken. En vooral jezelf niet te serieus nemen. En kunnen toegeven ten alle tijden dat je het niet aan het juiste eind had. Oké, mensen, ik had het verkeerd. Spiritualiteit bestaat niet echt. De media had het aan het rechte eind. De overheid heeft echt het beste met ons voor. Ik heb het vaccin genomen. Ik raad jullie aan om hetzelfde te doen.
Geloof je het zelf? Misschien is alles wat ik heel mijn leven heb geloofd, heb gezegd op dit kanaal, heb gedeeld in mijn e-books en cursussen wel complete waanzin en is er niets van waar. Kom op, geloof je het zelf? Tuurlijk is het waar, wie weet. Maar als je mentaal fit bent, dan kun je voor jezelf ook ontdekken waar waarheid zich bevindt. Omdat naast een fitte mind zijn we allemaal uitgerust met een interne bullshit meter, onze intuïtie. En dit kompas zal vanzelf aangeven wanneer we bullshit voor ons zien en wanneer we geen bullshit voor ons zien. En bedankt dat je mijn video niet aanziet voor bullshit. Dat waardeer ik, meen ik serieus. Maar voor dat ding om te werken, die bullshit meter, moet je eigen mind niet vol zitten met bullshit. Of dat nou is complottheorieën of het mainstream nieuws. Wanneer je vastzit in overtuigingen, in dit is de waarheid en dat is een leugen. Wanneer je overtuigd bent dat je het weet, dan bevind je je op zeer gevaarlijk territorium. Wakker worden is meer een proces van ontweten en jezelf loswrikken uit de ketens van overtuigingen. Territorium van een afgebakende mind, gevuld met overtuigingen van een bepaalde kwaliteit. Dus kort samengevat, alle complottheorieën zijn de echte waarheid. De overheid en de mainstream heeft het aan het verkeerde eind. En de meeste mensen zijn gewoon schapen. En wil jij jezelf losbreken uit je eigen mentale gevangenis en de waarheid ontdekken over dit universum, maar vooral over jezelf en hoe je iets betekenisvol maakt van je leven, kijk dan naar mijn online cursus van bewustzijn naar hyperbewustzijn. Link vind je in het scherm of in de beschrijving hieronder. Nee, even serieus. Ik weet het niet. En jij waarschijnlijk ook niet. En niemand niet. En dat is oké. Laten we vooral lol hebben in het ontdekkingsproces. Want of je nou wel of niet in aliens gelooft, als jij deze multidimensionale wezens gaat ontmoeten in je dromen en in planmedicijnreizen, maakt het niet uit of je gestoord bent of dat je gewoon echt aliens of entiteiten ontmoet. Het maakt niet uit, want je hoeft niemand iets te bewijzen. Uiteindelijk zit jij daar in jouw avatar het leven te beleven vanuit jouw unieke standpunt. Dus in dat opzicht is waar jij in gelooft altijd de waarheid. Maak het op zijn minst wel een waarheid die fijn is om in te geloven. Heb daar dus lol in. Maar maak het jezelf niet te moeilijk door jezelf mentaal af te sluiten of lui te worden. Door niet open te staan voor andere waarheden. Of dat je het gewoon zelfs aan het verkeerde eind hebt en niet weet. Hey, what's up? Kloten, ik heb net 1000 euro verloren met de weddenschap. Hoe dan? Ja, de aarde blijkt ook niet plat te zijn. Het is een driehoek. Dus werk aan je mentale fitheid, verhoog je vibe. Want hoe hoger je vibe, hoe meer de waarheid zich vanzelf naar jou toe beweegt. En geniet van het ontdekkingsproces op een gezonde en leuke manier. Word alsjeblieft niet die paranoïde buurvrouw die denkt dat het hele gebouw afgeluisterd wordt door intergalactische agenten. Ben je tot het einde van deze video gekomen, dan wil ik je weer danken voor je tijd en aandacht. En dat is voor mij meteen het teken dat jij een open-minded persoon bent. Laat me even weten dat je hier was door in de comments te typen. Hier klopt niets van. Bedankt dat je de tijd uit je dag hebt genomen om naar mijn video te kijken. Vond je hem leuk en wil je dit kanaal steunen? Klik dan even op de duim omhoog onder de video. En klik meteen op de rode abonneerknop en op het notificatiebelletje. Zodat je geen van mijn nieuwe video's mist. Mensen, zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen. Wees de beste versie van jezelf elke dag. En ik zie je in de volgende video.